Zou het mogelijk zijn om mensen te betrekken bij het theater? Zou je als theater naar buiten kunnen gaan, hè, met een voorstelling onder leiding van een clubje bezoekers buiten, hè, in een park bijvoorbeeld? Zou je met diezelfde club en dan onder regie van een theater naar scholen kunnen gaan bijvoorbeeld? De snelheid en de nieuwe media bijvoorbeeld. Hè. Of dat nou echt op de lange duur iets gaat toevoegen is een ander verhaal. Maar ja, je kunt niet zonder. Hè, je moet ook compleet andere denkbeelden. Hè, wat het parktheater betreft bijvoorbeeld. Voorheen was het zo'n programmeur. Die zocht een paar leuke voorstellingen uit. Er werden kaartjes verkocht. En die mensen die hadden een geweldige avond. En die dronken een kop koffie en die gingen naar huis. Maar dat lukt niet meer. Met bezoekers zou je een choreografie kunnen maken. Die zouden een steentje bij kunnen dragen. Wat hier in het parktheater gebeurt, het maatschappelijk bewustzijn bij mensen. Proberen te raken zoals het thema is. Zoals de straatmonologen die kort geleden hier zich afgespeeld hebben. Mensen uit een bejaardentehuis hier neerzetten en iets laten doen. Je merkt dan dat gewoon de toeschouwer, de neutrale toeschouwer, die wordt ontzettend geraakt door dit soort dingen. Dus het contact met de maatschappij. En dan niet alleen de nieuwe ontwikkelingen, maar ook die groep mensen die daar gewoon zitten, die mislukken, die ergens tegenaan lopen. En daar kom je niet onderuit, denk ik.